Je zou het misschien niet zeggen, maar langs dit betonnen pad vind je bijzondere natuur. Want hier groeit een heel erg zeldzaam en hardnekkig plantje. Ja, wij staan op een, uh, een plek uh, vlakbij Ees waar in het verleden een zandweg liep. En die zandweg, dat was een, uh, een pad door de hei. Op een plek waar keileen, wat in Trent al heel veel plekken voorkomt, heel hoog aan de oppervlakte zat. Dus eigenlijk liep die zandweg door de keileen. En de keilim is een soort bodemtype waar sommige planten zich heel goed bij voelen. Nou, een van die planten is overgebleven door de eeuwen heen en dat is de knollaterus. En die knollaterus houdt het waarschijnlijk vol omdat het een hele sterke plant is. Wij denken dat het te maken heeft met het feit dat die plant eigenlijk bestaat uit een, een kloon. En dat, dat houdt eigenlijk in dat die plant is eigenlijk heel groot is. Met andere woorden, meerdere vierkante meters kan één plant zijn. Het is niet een heel klein, vagril plantje waar je maar één keer op hoeft te staan dan is die weg. Want vele andere planten die hier vroeger stonden, zoals orchideeën stonden hier, zaagblad, die zijn allemaal verdwenen in de loop van de tijd. Ook niet zo gek, want het is gewoon een normaal landbouwgebied geworden, geen hei meer. Maar deze plant heeft tot aan de dag van vandaag overleefd. Omdat de knollaardhieris zo'n bijzondere plant is, heeft de gemeente borgerod geadopteerd. En toen de middenweg opgeknapt werd, moest er heel zorgvuldig mee omgegaan worden. Het plantje was er hè, en het bleef er ook. Hè. Dat was al het verbazingwekkende. En dat het hier nieuw is, is inderdaad dat we wel bij stil hebben moeten staan. We hebben verleden jaar echt met heel veel mensen aan tafel gezeten om te kijken: van, we, zeiden, we hebben beloofd dat deze weg vernieuwd zou worden. Maar hoe doe je het nou terwijl je ook die plant wil behouden? Dit is een voorbeeld van een berm waar als je gewoon maait en afvoert en zeker rekening houdt met de bloeitijd van de plant en ook de tijd dat de zaden rijp zijn, dan kun je inderdaad zeldzame planten in bermen heel goed behouden of zelfs verder laten ontwikkelen. En dat wil de gemeente Borgo-Deurn hier ook zo lang mogelijk volhouden. De middenweg is niet de enige weg in Borgrodon die ecologisch beheerd wordt. Dat levert zo langzamerhand meer natuur op en dat is goed voor het draagvlak. Verschaling geeft diversiteit. En tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld eikenprocessierups die we ook ecologischer willen beheren omdat we het op een andere manier niet redden. En je zal zien dat dat ook meer draagvlak geeft voor ecologisch beheer.